geld had. De bond heeft natuurlijk al heel veel gegeven. Want die mannen zijn van achter aan het rijden voor. Ik weet niet wie dat er is. Achter. Ja, voor. Dat is Volker Wessels, denk ik. Ja. En die hebben nogthans twee mannen hier vooraan. Maar. Ze bepalen nog wel het tempo bij de groep. Kijk, nu moet je eigenlijk iemand hebben die vol doorgaat. Hè. Als ze allemaal zitten rekenen van op zijn eindsprint, ja, dan komt dat peloton terug. Iemand een keer die er echt vol doorgaat tot aan de streep, zolang dat hij kan, dan komt dat peloton niet meer terug. Hè. Dan is het de bond of Keijsen. De bond zit klaar. Hè. Daar gaat hij. Nou, hij is weer getelefoneerd, hè, jongens. En Noels mee. Keijsen in vierde positie nu. 2,5 en dan. Ja, Keijsen. Pas op, dat is gevaarlijk. Keijsen. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Want de bond heeft net gedemareerd. Die gaat dat gat niet dichtrijden. Ja, mijn danden kunnen niet meer. Elio Keijsen met 2,5 kilometer te gaan. Ah, ze gaan dan juist tot op het wiel komen. Hè. Hij krijgt net niet genoeg, Frank. Ze twijfelden net niet lang genoeg. Het was nogthans het ideale moment. Nu houdt hij weer in en dan komt Noels van achteruit. Nee, hij houdt ook in. Hij heeft ook al een paar gaten dichtgereden. Dat is al even. Twee kilometer en komt de rest nog terug daar achteraan. Ik denk dat ze gaan overroeld worden, die kopgroep hier. Ah, je kunt dat niet zo goed inschatten, de camerabeeld, hoeveel dat net is. Hè. Je zou zeggen het is 50 meter, maar ik ben zeker dat het meer is. Hè. Pas op, dat peloton gaat nog een fik stuk versnellen als ze beginnen sprinten. Hè. Keijsen nog een keer. Dat gaat nog een keer gaan. Hè. Volgens mij gaat dat nog een keer gaan. Ze zouden nog één keer moeten demareren dat ze even op hun adem trappen. Kijk, ziet, gaat dat nog een keer gaan? Dat gedacht ze. Op 1,5 kilometer van de streep, net als een kilometer geleden. Nog maar eens Elio Keijsen. Elio in de sprint, dat gaat niet lukken natuurlijk. Ja, de bond. Ah, het zit ook niet genoeg op. Hè. De rest is daar terug. Dat flitsende is eruit. Hij heeft natuurlijk al veel gegeven vandaag. Dus een beetje afgebot. De overname komt er niet. Ja, het massasprinten. Zit daar mannetjes klaar in het peloton daarachter, zust. Hergroepering met nog 1 kilometer te gaan in deze sluitingsprijs. Ze draaien de Erdbrandstraat op. En dan gaan we sprinten. Dan gaan we toch sprinten. Ja. Ondanks al die schermutselingen onderweg. Of zijn er nog die een sprint kunnen ontwijken. We gaan een mogelijk verrassende naam krijgen in het zicht van de vaste camera nu. Met Elio Keijsen toch nog. En Benjamin de Klerk. Er zit nog heel wat volk van Sport Vlaanderen Baloise klaar. En voor Mitek Solar wat. Is het daar ook Thijs de Lange? Benjamin de Klerk nu rechts tegen de koord. Komt Vermeldvoort daar nog over? Vermeldvoort die in het centrum eruit komt en nog geremonteerd wordt door de man van Sport Vlaanderen. Het is moeilijk uit te maken. Vermeldvoort volgens jou, Frank? Ja, volgens mij is het Vermeldvoort, ja. Volgens mijn gevoel. Van de reactie van de man van Tops van Vlaanderen te zien, keek hij opzij. Dus ik denk dat hij weet dat hij geklopt is. Even zien, krijgen we het nog eens te zien. Vermeldvoort of Arne Marit.
Het is vermeld voor net misschien een bandtikte. Nu begin ik toch te twijfelen. Nu begin ik toch te twijfelen. Als ook een ervaren co-commentator voormalig sprinter Frank Hosten begint te twijfelen, dan gaan we toch maar wachten op de officiële bevestiging. Inderdaad. Voor we Koen Vermeldvoort als winnaar uitroepen van deze sluitingsprijs. Ah, we krijgen de mannen van Sport Vlaanderen in beeld. Dus is het toch Arne Marit die wint. Ja, blijkbaar, ja. Ik denk het wel. Hij kwam fel terug, maar ik denk dat hij te laat kwam. Ik dacht dat hij te laat kwam. Ik denk het wel. Ik hoop het echt, horen we hem zeggen. Het is nog niet officieel. Ah. Okay. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Is de conclusie van Arne Marit voor hij terugkeert. Wat een ontknoping. Ja, inderdaad. Wie had dat gedacht dat hij nog massasprint ging worden? Deze koers zat vol verrassingen. Geen enkele ploeg die eigenlijk bekwaam was om die sprint bij elkaar te houden, peloton bij elkaar te houden, maar toch massasprint. Hier gaan we het nog eens zien. Vermeldvoort of Marit. Het gaat om die laatste meters. Ja, het zou kunnen, ja. Marit, ik denk dat hij toch geremonteerd is, Vermeldvoort. Op de streep. Maar we zouden het kunnen vanuit de lucht zien, hè. Dan weten we het zeker. Hè. Ja, ik denk dat hij gewonnen heeft. Ja. Dat hij toch nog teruggekomen is. Maar in eerste, ik had het gevoel dat ik keek op zijn, dat hij eigenlijk wist, ben geklopt. Gevoeld als een sprinter als je geklopt bent. Allee, hoe miniem dat ook is. En het doet wat. Maar soms, ik ken sprinters die met hun ogen dicht sprinten. Dus dat kan ook zijn dat er een van die twee zijn ogen dicht, gewoon van hem zodanig in te spannen, dat je het zelf niet weet dan op dat moment. Kijk eens, laat de emoties de vrije loop. Is het nu zeker of niet? Is het nu zeker of niet? Hij moet het toch nog eens even checken. De man die volgend jaar voor Intermarché Antigobert gaat rijden. Ja, daar is de bevestiging. Arne Marit wint. Heel nipt voor Koen Vermeldvoort. En Fretin is een tweede man van Sport Vlaanderen Baloise zo op het podium. Oh, de omhelzing met de geliefde. Met de entourage. Ja, tof dat hem nog plaatsen teruggekomen is. Ik had het niet verwacht dat hem nog zo snel ging. Ja, dat is sprinten. Vermeldvoort had ook in die ontsnapping gezeten de ganse dag. Marit niet, denk ik. Hè? Nee. Dus die was misschien nog iets frisser. Vermeldvoort al een beetje afgebot door in die ontsnapping toch ook alles te geven. Dat voelt je toch in de sprint, hè? Als je dan tegen een verse man moet gaan sprinten. Maar mooi dat die hier toch dat Topsport Vlaanderen toch kunnen waarmaken. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen. Na de grote prijs Raf Jonkheren in juli is Arne Marit nu de volgende man op de erelijst van de sluitingsprijs Puttenkapelle. Wel spijtig van die man dat het toch niet meer uitgekomen is. Hij was eigenlijk de beste van de koers. Een van de motoren van de vlucht van de dag, Dries de Bond. Met ook Koen Vermeldvoort en Vincent van Hemelen. Daarin heel actief de voormalige Belgische kampioen. U merkt het, we zijn intussen bezig aan de hoogtepunten van deze sluitingsprijs. Vincent van Hemelen voor Lotto Soudal was er ook bij. En het leek erop dat ze met 17 zouden wegblijven. De achtervolging van Tartaletto Isorex met in het peloton ook Ilio Keijsen. Die achtervolging die leek uiteindelijk toch niet te lukken. Ze kregen dan steun van de renners van Ablok. Een Nederlandse formatie. Ook dat leek in eerste instantie toch niet te lukken. Maar bij het ingaan van de slotronde hadden we dan toch weer een compact peloton.
En achter Ilio Keijsen zijn moment gekomen om te gaan versnellen. En dan de sprint. Finaal toch nog een sprint waarin Arne Marit heel nipt. Koen Vermeldvoort klopte. En Arne Marit die laat de emoties de vrije loop bij zijn ouders. En dan is dit een plaatje voor Sport Vlaanderen Baloise. En neemt Arne Marit met winst afscheid van de ploeg van Walter Plankaert. Want zoals gezegd, volgend jaar zien we hem aan het werk in de World Tour. Marit, hij gaat naar Intermarché van Digobert. Ja, een mooie wedstrijd. Heel spannend tot de laatste 100 meter eigenlijk. Nee, tot over de streep. Want we wisten eigenlijk nog niet wie dat er gewonnen had toen. De sprint waarop wij hem gezien hebben, kon je heel, heel moeilijk zien. Maar toch een heel boeiende wedstrijd met spannende momenten toch. Een groep die wegrijdt. Dat we dachten, ja, die rijdt weg voor een paar minuten met die renners erbij. En dan komt dat peloton terug door aanvoering van Tartaletto. En dan alles opnieuw te doen en dan ja, schermutselingen tot de laatste kilometer eigenlijk. Hè. Dat ze proberen weg te raken met een paar man, iedere keer mislukken. En dan duurt het toch een massasprint. En, ja. Een mooi slot, een mooie sprint tussen de twee jonge gasten. Niet zo lang geleden was hij hier in het Antwerpse ook al aanwezig op de N8 van Braschaat. En de supporter met de immens grote vlag die is ook aanwezig voor Arne Marit. Ik had het dus over de N8 van Braschaat, waar Marit samen met Rune Hergots de koppeltijdrit wist te winnen. Hij had er een minuutje gaan bijzetten met zijn vlag. Zegt hij dat ze het goed kunnen lezen. Ja. Zouden die mannen nu straks een pinten gaan pakken? Ik denk het wel. Hè? Dit laatste dag van het seizoen. Nee, de laatste koers van het seizoen. Dus. Het zou mij verbazen mocht dat niet het geval zijn. Voilà, dat is dat ik pijs. Hij heeft zijn entourage mee om naar huis te rijden, dus hij hoeft zelf niet met een auto te rijden. Hij heeft zich intussen een weg gebaand richting de tent om zich klaar te maken voor het podium. Arne Marit, gefeliciteerd met die overwinning hier vandaag. Het was een fantastische wedstrijd, hè? Zeker van de ploeg ook. Hè? Ja, zeker. Ik denk ongeveer na een uur en een half koers vormt er zich een ruime kopgroep van ongeveer denk toch wel een 25-tal man. Ik weet niet juist precies hoeveel. Maar we hadden vier ploegmaten mee, dus ik zat eigenlijk in de zetel daar van achter. Maar ik vond het eigenlijk wel straf hoe dat Tartaletto en dat blok echt stevig bleven doorrijden. Die mannen hebben echt er een harde koers van gemaakt en niet opgegeven. Dus eigenlijk ook wat credits naar die jongens naartoe. Want zonder hun was dat ook niet gelukt, dat weet ik wel zeker. Maar ja, anders hadden we ook vier mannetjes vooraan die het ook konden afmaken. Dus ja, ik denk dat we als ploeg een perfecte koers hebben gereden. En op het laatste baantje stuurden we Verwilst en De Pestel nog vooruit. En ja, dat bleek een geniale zet, want ik zag dat Koen Vermeldvoort ook nog bleef zitten. En ik wist dat Koen graag wou sprinten, dus ik bleef wel kalm. En ja, ik heb aan het wiel van Koen Vermeldvoort gekozen en ik heb dat geprobeerd om niet te lossen. En ja, het was hier wind op kop, dus ja, ik wist dat ik mijn moment moest kiezen. En Koen ging redelijk vroeg aan, dus ja, dan is het mooi uitgedraaid. Wist je dat je won? Want het was closed, hè? Het was echt closed finish. Hè? Ja, het was echt super close. Maar ik heb eens gehoord van Dylan Groenewegen gewoon claimen. Dus, ik dacht, al win ik of niet, dan heb ik toch de foto. Ja, het seizoen zit erop nu. Ja, ik heb de overwinning in de Grote Prijs Raf Jonkeren in West-Rozebeke zeker. En vandaag dan, mooi afscheidsgeschenk voor de ploeg. Hè? Ja, volgend jaar ga ik naar Intermarché, want die Gobert. Dus
Ja, ik moet zeggen dat het toch wel een beetje emotioneel is om de laatste koers voor de ploeg dan te winnen. Dus ja, ik heb ongelooflijk genoten bij Sport Vlaanderen. Ik ben echt blij met de kansen die ik daar gekregen heb. En ja, om het dan zo af te sluiten, dat toch voor mij wel een, mag ik wel zeggen, een teleurstellend seizoen. Ik had er veel meer van verwacht. Maar ja, ik denk dat we het vandaag toch dik goed gemaakt hebben. Was dat je droom om naar een World Tour ploeg te gaan zoals Intermarché? Want dat is een ploeg die echt dit jaar veel heeft laten zien, hè? Ja, ja, toch wel. De interesse was er vorig jaar al, met Eike Visbeek die toch ja, echt blijk van vertrouwen gaf. En, ja, ik heb eigenlijk niet echt lang moeten twijfelen. Als je ziet hoe dat ze dit jaar ook weer stappen hebben gezet. Ik denk dat het wel een ploeg is die op performance gericht wel echt ja, een van de betere zal zijn in de toekomst. Dus, en dat bewijzen ze ook met nu de vierde te staan in de jaarklassement. Dus kijk er zeker naar uit en het ziet er mooi uit. Oké, we wensen u het allerbeste en nogmaals gefeliciteerd, Arne Marit. Arne Marit, die Piotr Havik opvolgt op de erelijst van deze sluitingsprijs Puttecapelle. De top 10, Marit, die heel nipt Koen Vermeldvoort klopt. Milan Fretin is de tweede man van Sport Vlaanderen Baloise op het podium. Emiel Vermeulen sprint nog naar een vierde plaats. Benjamin de Klerk naar stek 5. Larsen is de man van Unowix op de zesde plaats, dan Kopecky, Deigeren, Brent van der Rijken en Kopen van Overschelde is de eerste man van Tartaletto Isorex op plaats 10. En zo krijgen we verrassende namen in die top 10. En is Arne Marit finaal de winnaar van een bijzonder interessante sluitingsprijs in Puttecapelle. In geweldige weersomstandigheden hebben ze hier een spannende wedstrijd gekregen en mogen ze zo allemaal aan een deugddoende vakantieperiode beginnen. Of toch de meeste, want Ilio Keijsen die gaat nog wat op de piste rijden natuurlijk. Ik bedank Frank Kosten voor alweer het deskundige co-commentaar. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Graag tot een volgende keer.